Alleen ik wist, ja, we doen hier echt niks geks en we doen niks fout. Uh, dus in plaats van een statement de deur uit te doen, hebben wij gezegd: Nou, kom maar langs. Dus ik ben daar de hele dag gaan staan en ik heb opnieuw uh, ja. 14, 15 cameras voor mijn neus gehad en gewoon gezegd: Nou ja, kijk zelf maar. En ik denk dat dat wel goed gewerkt heeft achteraf, want ja, binnen een dag, twee dagen was die storm ook weer voorbij. En we hadden meer bezoekers dan nooit. Ja, door er is no ja. such thing as bad publicity, denk je ja. dan. Welkom bij Quote, de podcast -serie Mijn eerste miljoen. Mijn naam is Lotte Verheul, redacteur bij Quote. En naast me zit Paul van Riesen, de hoofdredacteur. En vandaag de gast is Roel Veldmeijer. En van Paul wil ik natuurlijk weten waar jij benieuwd naar bent. Ja, de 41-jarige Roel is bezig om heel Europa aan het gamen te krijgen. En dat dan niet thuis achter de tv of mobiel op de telefoon, maar in arcadehallen. Bekend onder de naam Game State, Game City en Game Town. En nou ja, daarmee wordt de omzet gedraaid van vele tientallen miljoenen. En, en anders dan andere gasten in onze podcast-serie, is hij niet zelf gestart. Want hij stapte op zijn 26e in het bedrijf dat zijn opa ooit oprichtte. Ja, dat kwakkelde toen nogal, maar toch. Hè. En, en ik ben benieuwd of het feit dat het om een familiebedrijf gaat. gevolgmatig zorgt voor een extra verantwoordelijkheid. Of dat hij zich als eigenaar van alle aandelen volledig vrij voelt om te doen en te laten wat hij wil. Ja, ik ook. Maar we beginnen natuurlijk met de vraag: wanneer je realiseerde dat je jezelf miljonair mocht noemen? Ja, nou ja, goed. Ik wist dat die vraag <laughs> ging komen, dus ik heb erover nagedacht. Maar ik moest er ook echt over nadenken. Want ik kan mij niet herinneren dat ik echt zo'n moment heb gehad. En, en ik heb het ook niet op de bank. Kijk, als je dat bedoelt, ik steek alles lekker terug, uh, het bedrijf in. Maar goed, jullie bedoelen als je iets waard bent, wat je bedrijf waard is. Uh, is ik, nogmaals, ik denk niet dat er echt een moment is geweest. Maar als ik terugdenk, zal dat rond 2017 zijn geweest. Toen heb ik de aandelen van mijn vader gekocht. Uh, en toen was GameState. Uh, de eerste game van Kerka was net vier jaar oud de tweede had ik geopend in Rotterdam en dat begon lekker te lopen dus ik denk dat dat ja, daar ongeveer geweest is dus na het moment dat je de aandelen van je vader moest kopen dus uh, dat was nog geen miljoen uh, nee. en snel daarna <laughs> werd het een miljoen ja toen begon dat lekker te draaien. dat waren de eerste jaren ja. hey, en uh, eventjes naar het begin hoe keek je als jongetje van nou laten we zeggen een jaar of tien uh, naar het bedrijf dat door je opa is opgericht nou, ik was daar niet bewust toen nog mee bezig, buiten het feit, nou, ik had een speelkelder, hè. we hadden een, een huis, uh, we toen in Limburg, en ik had een kelder, en uh, daar had ik een modeltrein, daar hield ik ook van, maar daar stond ook een Pac-Man uh, arcadekast, daar stond een a tafel, daar stond een flipperkast, dus je wordt daar wel mee, ja, je, je groeit daarmee op, en uh, ik kan me herinneren dat, um, ja, zo jong als ik was, wel een showroom, dus mijn vader importeerde al dit soort games. En we de showroom, waar een stuk of vijftig van die arcade games stonden. En ik hield er altijd mijn verjaardagsfeestjes. Dus uh, ja, als ik jarig was, dan huurde mijn vader een bus. En dan ging ik met alle kinderen, gingen daar maar naartoe. Dus je wordt daar wel mee opgegroeid. Uh, maar ik had nog niet het besef dat ik het bedrijf in wilde of zoiets, nee wel het populairste jongetje uit de buurt daarmee, denk ik. Nou, het waren wel de leukste feestjes, ja. Want het was heel simpel natuurlijk. Je zette de games aan en mijn vader liet gewoon drie, vier uur lang... iedereen spelen en uh, een zak patat op tafel. En, uh, ja, dat was wel leuk. En wanneer besefte je wel dat je misschien het familiebedrijf in wilde gaan? Ja, dat is, dat is echt pas later gekomen. Ik ben uh, gaan studeren en ik, had, ik, ik, ik studeerde International Business. Dus op zich wil, wist ik wel dat ik het bedrijfsleven in wilde. Maar ik zag me in eerste instantie gewoon nog bij zo een van de grote corporates werken. Ergens in Londen of New York. En uh, dat was een beetje het beeld wat ik had. En na mijn studie heb ik ook echt bewust gekozen om niet het bedrijf in te gaan. Uh, ik vond dat makkelijk. Ik denk, ja. Uh, ik, ik, het was ook niet dat ik het later wilde, op dat moment wilde ik het gewoon echt niet. Dus toen ben ik gaan uh, solliciteren en werken bij ja, uh, organisatie adviesbureaus. Dat heb ik een tijdje gedaan, maar dat vond ik echt niet, uh, nou, niet leuk, want dat was, uh, ja, ik gaf als eigenlijk net afgestudeerde student advies aan hele grote bedrijven over grote projecten en zo. En uh, het is een beetje alsof je, ja, vergelijk met voetbal, dat je de coach bent, maar ik wilde in het veld staan. Ik wilde het zelf doen. En Dus ik heb dat een jaar, anderhalf jaar gedaan. Toen kwam er een functie vrij binnen ons bedrijf. En toen ben ik gaan denken, oké, okay, wil ik echt de corporate kant op? Hè? Wil, ik, wil ik het bedrijfsleven in? Maar ik had natuurlijk international business gestudeerd. En toen dacht ik, ja, ik, we hebben een bedrijf. Uh, ook al stond dat er op dat moment natuurlijk niet goed voor. We zijn internationaal. Toen nog drie landen, inmiddels wat meer. Maar op zich wel internationaal. Um, toen dacht ik, nou ja... Weet je wat, ik ga gewoon kijken wat ik ervan kan maken. Want even voor het idee, hoe zag het bedrijf er in die tijd uit? Ja, we hadden toen alleen maar uh, arcadehallen op vakantieparken. Uh, 90% centerparks Parks en dan nog een beetje landal en Rampot. En uh, daar moet ik gewoon eerlijk in zijn, daar was niet meer in geïnvesteerd door de generatie voor mij. Uh, dus dat waren games nog steeds dezelfde games van de jaren 80, laat ik zo zeggen, die je daar gewoon tegenkwam. Uh, ook de look en feel van die, van die arcade zag er niet meer uit. Dus het was eigenlijk een product wat nog wel een beetje draaide. Want het voordeel wat we hadden ten opzichte van de arcade al in de stad. is dat men niet de gameconsoles meenam op vakantie. In de stad hoefde je niet meer uh, naar buiten toe te gaan. Want mensen hadden een Nintendo of een PlayStation thuis. Nou, en als je een paar dagen naar vakantie vakantiepark gaat, neem je dat niet mee. Nee, je verveelt je dood daar. Ja, <laughs> dat hoor je mij niet zeggen. Er zijn genoeg leuke dingen. Maar uh, ja, uh, hè, als het dan uh, regende, dan hadden we geluk. Want dan uh, draaiden die halen toch nog wel wat omzet. Alleen het was niet meer uh, wat het oh. geweest was. En waarom werd er niet in geïnvesteerd? Er werd niet meer in het product geloofd. En overigens was dat niet alleen bij ons. Dat was eh, bijna wereldwijd. Het product eh, wat ooit echt groot was. Arcade al. Niet, niet alleen in ons bedrijf. Maar ook eh, in het buitenland veel. Dat was eh, verleden tijd. Er werd niet meer in geïnvesteerd. Jammer genoeg. Hè, want ik denk dat, eh, dat dat wel een gemiste kans was. Ja. En waarom had je familie nog wel het bedrijf aangehouden? Ze hadden het ook misschien kunnen verkopen. En zeggen van we stoppen er helemaal mee. Als je er niet meer in gelooft. Nou ja, ik denk dat dat, uh, ja, dat, dat uh, die keuze vrijdag bij was ook, om er echt mee te stoppen. En uh, toen ben ik erin gestapt. Dus dat was uh, ja, rond mijn 25 ste 26e. En ook ik vond het moeilijk om daar nog hel in te zien. Totdat ik in het buitenland natuurlijk voorbeelden zag van... hé, hey, hier uh, zie je het product wel weer opnieuw leven uh, ingebracht worden. Ja. En dat is ja, dat zal rond ja, 2012, 2013 is dat geweest. Dus je stapte eigenlijk in zonder dat je een beeld had van hoe het beter zou kunnen. Op dat moment ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ja. Ik had wel een idee dat we er nog iets van kunnen maken. Maar hoe precies, dat wist ik niet. En eh, alleen helemaal niet dat het een succes zou worden in de steden. Ik dacht, nou ja, misschien krijgt die, die vakantieparken nog wel aan de praat. Ja. Uh, maar ook, kijk, dat was rond 2012 13, dus financiële crisis. Dus niet alleen was het product verouderd, maar er gingen ook mensen gewoon minder op vakantie, hadden minder te besteden. Dus ook dan, ja, als er minder mensen naar Centerparks gaan, in ons geval, dan kan ik op mijn kop gaan staan, dan gaan wij ook naar beneden in ons. Dus dan dacht ik wel, ah, het product moet echt, heeft een, een nieuwe invulling nodig. Um, maar ik moet ook niet afhankelijk zijn van één businesspartner, dat is ook heel riskant natuurlijk. En zo is eigenlijk het idee ontstaan van, nou ja, laten we het nieuws proberen en laten we terug uh, naar de steden gaan. Ja, en die inspiratie, die deed je op in Amerika? Ja, ja want nou ja, heel veel van onze games komen uit het buitenland natuurlijk. Dus veel uit Azië, Japan, Korea en eigenlijk het grootste gedeelte uit Amerika. Er uh, is ook een, ieder jaar een beurs in Orlando. Dus Orlando is eigenlijk het mecca van entertainment. Dus daar er liggen ook alle pretparken en er komt ook één keer per jaar komt daar de hele entertainmentindustrie samen in koopbeurs. En uh, van daaruit ging ik een weekendje naar New York, vrienden opzoeken. En uh, ik herinner me, kijk, ik had in mijn hoofd alleen maar die oude arcadehal uit Europa, dat echt uh, een product geworden. En toen ging ik uh, naar Times Square in New York. Uh, natuurlijk sowieso al een indrukwekkende plek. En daar lag een arcadehal. En die ging ik uh, naar boven, ik weet niet of dat was, met drie, vier roltrappen ging helemaal naar boven. En uh, die roltrappen op zich zagen er nog wel een beetje goezelig uit. Maar toen ik boven kwam zag ik een ja, hele grote arcade al met honderden mensen. Maar nou ja, Times Square. Ik bedoel, als je daar niet omzet kunt maken, dan uh, kun je het nergens. Dus op zich. Maar het, ik zag gewoon wel weer een product, waar, wat niet eens voor kinderen. Want wij dachten ook, het is voor kinderen. Maar wij waren niet anders gewend. Want op een vakantiepark zijn families met kinderen. Ja. En daar zag ik een arcade al op zaterdagavond volle bak met allemaal. Ja, adolescenten rond de 25, zeg maar tussen de 18 en 25. Dus dat was, uh, ja, dat was een openbaring. Dus jij helemaal begeesterd naar huis, uh, van goh pap, wat ik nou heb gezien, uh, gaaf, zo gaan we het doen. Ja. Uh, werd dat inderdaad uh, met gejuich ontvangen? Nee. <laughs> nee, totaal niet. Nee, daar, daar, ook daar werd niet, uh, nee, in eerste instantie niet in geloof. En ik, ik kan me nog wel herinneren, want... Ik, en ik snapte het ook wel, want hier was het echt geen ding meer. Het, 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 niemand uh, reageerde positief op een arcadehal. Als ik destijds zei, joh, uh, je hebt een bedrijf uh, en ik zei arcadehal, dan moest ik ten eerste uitleggen wat dat was. Want vaak denken ze, oh wat is dat? Of ze denken, oh het is een casino of zoiets. Nee, het is geen casino, weet je wel. Dan moet je gaan uitleggen dat het gewoon leuke spelletjes zijn en Pac-Man. En, en dan denken ze nog eens, oh ja, Pac-Man, dat ken ik, van de jaren tachtig. En de volgende vraag is, maar dat... Dat bestaat toch niet meer? Of dat is toch uh, verleden tijd of zo? Dus heel weinig mensen geloofden erin. En ik werd een beetje geholpen. Ik heb dat volgens mij ook eens ook in jullie artikel gezet een keer. Um, Beyoncé destijds gaf haar albumpresentatie in een arcadehal. Dat was hetzelfde jaar. Dus ze had een heel groot album uitgebracht. En zij vierde dat met allemaal pers en media in een arcadehal. Dus opeens pff, werd dat weer ja, als, iets, als iets heel hips gezien. Maar hier was dat nog niet, niet zo ver. Iedereen uh, dacht: ja, wat een onzin. En uh, nou ja, denk je aan Times Square in New York, dan denk je aan Kerkade in Limburg. Ja, een kleine stad. Ja. 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 En uh, daar, zo is het eigenlijk begonnen. En dat kwam toevallig samen, want um, ja, nogmaals, Kerkade is natuurlijk niet het eerste uh, waar je aan denkt. Maar ja, ik had ook geen geld om hier in Amsterdam op de Dam te gaan openen. Ik bedoel, dat risico was veel te groot. Uh, en in Kerkraden werd op dat moment een ja, dat noemden ze lezerdome geopend. Dat ligt naast het Rode Stadion. En er zit een hele grote bioscoop in. Een heel groot bowlingcentrum, Er is een wokrestaurant in, een noem maar op. Allemaal ja, leisure activiteiten samen. Dus ik dacht, ja, als ik het relatief veilig. Want de huurprijs in Kerkraden is natuurlijk anders dan uh, in Amsterdam, laat staan New York. Dus als je het. Met een relatief laag risico kunt proberen, dan moet je het hier doen. Want je hebt in ieder geval, ik wist in ieder geval, te komen nou, ik herinner me iets van anderhalf miljoen bezoekers, alleen al voor al die andere uh, leisureactiviteiten waar je op mee kunt liften. Ja. En uh, ja, dat ging, uh, dat was een schot in de roos. Maar je moest eerst uh, je familie overtuigen dat ze daar in mee zouden ja. gaan, toch? Hoe heb je dat gedaan? met <laughs> je meegenomen nou, naar, naar New York? Nee, nee, nee. Nou, dat was echt wel lastig. Um, mm. Uiteindelijk heb ik wel echt met uh, mijn vader in dat geval gesproken. Van ja, ik, 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 ga, ik ga dit gewoon doen. Ik wil deze kans uh, aangrijpen. En uh, ja, zo niet, dan ga ik misschien iets anders zoeken. Want um, ik zou geen heil meer om dit product, dat oude sleetse product, maar te blijven doorzetten. Dus ik zei, nou ja, ik, ik wil echt iets nieuws van maken, Een games. Um, en zo niet, dan ga ik iets anders uh, als baan zoeken. Dus hebben hem gewoon lekker ouderwets voor het blok gezet. Ja, ongeveer. <laughs> ja. Ja. En daar ging hij wel in mee dat hij dacht: van oké, okay, liever dat jij dit gaat proberen dan dat ik zelf nog iets anders moet gaan uh, verzinnen. Ja, ja, nee, dat, dat was ook wel zo. En ik heb dat vaak met mijn familie gehad en dit gewoon ook met mijn vader. In het begin zijn ze wat. Uh, ja, terughoudend en afwachtend en uh, moet ik het toch eventjes ja, een zetje geven en uiteindelijk komt het dan wel goed. Ja, en was je toen al aandeelhouder of alleen nog in dienst? Nee, tot, tot, uh, 2000, nee, nou, nee, tot 2013, dus toen Kerkrade begon, was ik deels aandeelhouder, voor een klein deel. Ja. 2017 uh, heb ik mijn vaders aandelen uh, overgenomen, dus toen was ik voor de helft aandeelhouder ja. en uh, onlangs de rest. Ja, dus het openen van Kerkrade was ook voor jou wel een flinke investering om, om te maken? Ja. Ja, 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 zeker. En wat, wat kost het nou om een nieuwe arcadehal te openen? Ja, ook dan. Kijk, arcade was ten eerste al tien jaar geleden, dus uh, dat was een. Volgens mij was dat toen aan verbouwing enkele tonnen. En dan moet je nog denken: kijk, het duurste voor ons zijn de games. Ja. zo'n gemiddeld spel kost bij ons 20.000 euro. Uh, nou ja, een grote game state heeft een minimaal 50, 60. Dus je bent soms al een miljoen kwijt. Voordat je überhaupt kunt spelen. Nou ja, dan heb je nog de investering van de afbouw. en uh, hoe het er allemaal uitziet. Dus een grote kost. gemiddeld rond de anderhalf miljoen. Uh, onlangs hebben we Antwerpen gedaan. Dat is een XL, noemen we dat eigenlijk. Dus daar is ook een woning bij. En, en nou, van allerlei activiteiten bij elkaar. Hele mooie bar. Heeft overigens ook een prijs gewonnen. <laughs> Uh, en dan moet je denken aan uh, ja, ruim 3 miljoen, 3,5 miljoen. Ja. Ja, dat zijn serieuze uh, bedragen. Dus uh, ja, je bent uiteindelijk afhankelijk van mensen die daar muntjes in die apparaten gooien om dat weer terug te verdienen. Um, nu heb je er echt een. Um, uh, nu heb je echt gespecialiseerd in het verleiden van die klant om dat daadwerkelijk te doen. Hè? Dus dat gaat dan om licht, het gaat om geluid, maar het gaat bijvoorbeeld ook om geur. Uh, vertel eens wat voor psychologische trucs zet je allemaal in om ervoor te zorgen dat mensen zoveel mogelijk games spelen? Ehm. Um. Ja, zoveel mogelijk games spelen is niet eens het doel. Het is gewoon dat ze echt een uur lang plezier hebben. Dus dat kan ook met je food and beverage of, uh, aanbod te maken uh, hebben. Dat kan inderdaad met uh, bowling te maken hebben, in dit geval zoals een hand hebben. Dat is eigenlijk bedoeld. En bowling is hetzelfde als Arcade. Het is een, een, een product wat al zo oud is in principe, wat al zo lang bestaat, maar wat toch nog heel veel mensen heel erg leuk vinden. En wij geloven, als je een hoogkwaliteitsproduct aanbiedt. Want arcade al in het verleden, als je ook oude foto's van de jaren tachtig ziet, dat waren ja, uitgebroken fietsenstallingen met TL-verlichting. En er waren gewoon op een rijtje uh, games. Uh, en als ik ja, je herkent, het. Ja, 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 het, ja. Ja. Nou, het zag er niet uit. Dus, dat, dus wij geloven echt dat de beleving heel erg belangrijk is. En dat doen we natuurlijk door hoe het eruit ziet. Hè? Mooie afwerking, mooie look en feel. Dat doen we, ja, we, we handpikken eigenlijk echt de games. Dus we gaan ook echt kijken. Uh, welke games vinden we hier passen? En dat wil niet per se zeggen dat we de populairste games pakken of de games die de meeste omzet maken. Want dan zou ik allemaal, dan krijg je een eenheidsworst. Dat zie ik ook. Dat soort voorbeelden. Als je naar uh, Engeland gaat, Brighton of Blackpool. Uh, als je daar gaat kijken naar arcade, alles verschrikkelijk. Dan zie je alleen maar grijpkaren en van die pushers op een rij staan. Ja, ja. Nou, daar geloven wij niet in. Dus wij, wij zetten ook bijvoorbeeld flipperkasten neer. Een flipperkast. Nou, dat duurt jaren voordat ik die heb terugverdiend, want ze zijn relatief heel duur en, en beperkt in, in spelers. Drama in het onderhoud. Ja, ook dat. ja, dat klopt ook dat. Maar dat hoort er wel bij. Dat hoort er wel bij. Dus, we, dus het is een combinatie van, een, van, van games. Het is look and feel. Hoe ziet het eruit? Je voert een beverage offering. Inderdaad, we gebruiken ook een speciale geur om het herkenbaar te maken. Dus iedere game set in heel Europa heeft dezelfde geur. Dus het is een beetje een. Ja, je probeert zo je brand te gaan opbouwen. En, Wat is de geur van Gamestate? Hoe zou je die omschrijven? Nou, er zit een beetje citrus in en een beetje, een beetje zoet Zoet citrus, denk ik. Ja. Ja. Hoe kwam je op het idee om alle uh, Arcade hetzelfde te laten ruiken? Nou, ik hou wel, maar dat is mijn. Uh, uh, ik hou gewoon van uniformiteit. Dus eh, ik, ik, wij willen, het lukt niet altijd, maar meestal wel willen in ieder geval dat het herkenbaar is. Net zoals je naar een, een McDonald's gaat, of je nou eh, in, in, in Amerika naar een McDonald's gaat, of hier in Nederland, ze zien er allemaal hetzelfde maar uit, maar ook de kwaliteit is hetzelfde. En we proberen in ieder geval binnen onze merken eh, dat ook te waarborgen. En is het nou voor als je arcadehallen opent voor jou makkelijk om een locatie te vinden, want je noemde net al even het woord casino dat je uit moest zeggen van het is voor kinderen of is het voor jou moeilijk om een plek te vinden of ben je overal welkom? Dat heeft even geduurd. Nou ja, in Nederland inmiddels zijn we echt overal welkom. Nou, dat begint in België ook wel uh, goed te gaan. We hebben daar al drie grote locaties. In Duitsland is het nog vaak uitleggen. Dus dat is. Um, maar dat hebben we in Nederland ook meegemaakt. In het begin moest ik inderdaad uitleggen wat is aan elkaar. wie komen er, wat voor spelletjes kun je er spelen en noem maar allemaal op. Uh, in Duitsland. Begint het langzaam. Maar dan lopen we ook nog wel eens tegen uh, gemeentes aan. En met name in Duitsland, omdat je natuurlijk zoveel boendesländer hebt, die ook nog een eigen regel en wetgeving hebben. Daar is het wel eens lastig. Dus dat is: het is uh, pionieren af en toe. Ja, want je hebt wel eens gezegd dat de zwartste dag in je leven de dag was dat je onder vuur kwam te liggen van een CDA-kamerlid. Die inderdaad uh, zei dat je, ja, kindercasino's runnen, Ja, hè? ja toen, had ik, dat, dat, toen had ik corona nog niet gehad. <laughs> <laughs> dus toen dacht ik dat inderdaad. Ja. Nou ja, dat, dat was inderdaad, um, nou het was heel vervelend. Kijk, dat was, het, het, het begonnen met uh, drie maanden van tevoren gingen we Utrecht openen, Gameset Utrecht. En op dat moment was dat de grootste arcade al van de Benelux. En dat was hartstikke leuk, want ik weet nog dat de dag van de opening, ik kijk dan al iedere ochtend uh, het ontbijtjournaal uh, en ik herinner me dat, en dat was echt niet, we hadden wel een PR-bureau ingeschakeld, maar voor de rest, ja, waren we er niet heel veel mee bezig. En ik weet dat ik het NOS-journaal was aan het kijken en er was Annegien Steenhuizen, die mooie dame, en uh, ze was allemaal een hele groot onderwerp en bespreken en op het einde van de uitzending zegt ze, en wat gebeurt er nog meer vandaag in Nederland? <laughs> en, <laughs> en opeens zegt ze, in Utrecht wordt de grootste arcadehal van de Benelux geopend. Ja, ik viel van mijn stoel af. Want ja, te ja, gek toch? Was het, ja, hartstikke leuk. Maar ik denk, het NOS journaal? Ik bedoel, ik vond het ook wel ja, eervol, maar ik dacht ook tegelijk, nee dat zal toch wel groter nieuws zijn dan dit. Maar nou ja. Jullie zitten in de media, je weet hoe dat gaat. Als de eerste het brengt, op een gegeven moment, brrr, dan, dan spiralt dat uit. En, en ja, toen hebben we zoveel interviews gedaan de hele dag met camerateams. En, en live, uiteindelijk waren we zelfs bij echt nieuws in de uitzending live bij de opening. Dus het was uh, ontzettend leuk. Alleen de keerzijde van de medaille is dat je natuurlijk ook uh, de aandacht op je vestigt. En uh, drie maanden later, het was komkommer uh, tijd, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben gehad. Toen uh, vond inderdaad een uh, Kamerlid van CDA dat wij uh, kindercasinos waren. Nou, ik had nog nooit van die term gehoord en het, het sloeg ook nergens op. Het klinkt want heel ja, heftig, kindercasino. Ja, dat, dat, ja uh, sinds die dag weet ik ook wat framing is en hoe dat werkt. En uh, daar waren wij allemaal niet mee bezig. <laughs> nee. Dus het was echt uh, de eerste keer dat zoiets gebeurde. Maar ja, als je uh, dat, die term noemt, nou, dan kun je je voorstellen dat heel Nederland weer uh, aan, aan je deur belt en allemaal interviews wil doen. En een split second moet je het nou nagaan. Ik had geen mediatraining gehad. We hadden helemaal geen statements. En we hadden hier helemaal niet op gerekend. Maar we waren ook stom verbaasd. Want ja, wij deden Pac-Man en basketbalgames En, en, en e hockey. En nou ja, wij wisten al wat ik al eerder zei. Er komen helemaal geen kinderen. Het is bijna al eh, 90% volwassen. En je kunt bij ons helemaal niet gokken. Dus, um, maar het is wel lastig verweren daartegen. Want mensen beginnen op een gegeven moment... met een bepaalde bril uh, ernaar te kijken. Alleen, ik wist... Ja, we doen hier echt niks geks en we doen niks fout. Uh, dus in plaats van een statement de deur uit te doen, hebben wij gezegd: Nou, kom maar langs. Dus ik ben daar de hele dag gaan staan en ik heb opnieuw uh, uh, 14, 15 camera's voor mijn neus gehad en gewoon gezegd: Nou ja, kijk zelf maar. En ik denk dat dat wel goed gewerkt heeft achteraf, want ja, binnen een dag, twee dagen was die storm ook weer voorbij. En we hadden meer bezoekers dan ooit. Ja, dus. omzet door dag. There is no ja. such thing as bad publicity, denk je ja. dan? Laten we even naar de, de huidige stand van het bedrijf gaan, want jullie hebben uh, locaties in uh, een hele reeks landen, hè, tot aan Polen en Slowakije aan toe, um, waar het doel is om heel Europa te veroveren. Wa waar uh, tot tot tot, tot hoe ver kun je gaan, denk je? Nou ja, heel West-Europa op zich. Kijk, want um, het product dat wij doen uh, is in Europa gek genoeg. Staat dat echt in de kinderschoenen? Wij uh, wij, wij zijn met afstand de grootste, wat eigenlijk gek is. Want ja, we hebben nu 50 locaties, maar je kunt het nog, je kunt drie keer zoveel doen in Europa. Uh, uh, als je naar Amerika kijkt, onze uh, ja, concurrent in Amerika, maar op zich, ja, die is ver weg, dus daar hebben we geen last van. Maar die heeft 200 locaties. Uh, dus daar zijn wij nog een relatief hele kleine speler voor. Terwijl uh, in Amerika, iedere middelgrote stad heeft een Arcadehal. In Zuid-Amerika, in Azië al helemaal. Als je naar uh, Japan gaat, ja. Echt op biedere hoek van de straat, bij wijze van spreken. Dus de ambitie rijkt ver, maar Europa is voor ons al echt wel heel. Daar kunnen we nog heel veel slagen maken. Ja, en uh, dan mik je in eerste instantie op de grote steden, hè? Uh, Parijs, Rome heb je wel eens laten ontvallen. En je zei van nou, ik ga nu echt uh, vaart maken. Dat een paar jaar geleden. Um, en toen hoorde ik je dit jaar ergens zeggen dat je 2024 eigenlijk een beetje als een tussenjaar beschouwt. En dat je het wel even mooi vindt met die expansie. Wat is er gebeurd? Nou, een overname, dus ja, um, ja het is, heeft gewoon te maken met een overname die ik in het begin van het jaar heb gedaan uh, van het familiebedrijf. Nou, dat neemt natuurlijk met zich mee hele grote investeringen, uh, dus dat zet tijdelijk ook natuurlijk een rem op de uitbreidingen die ik graag uh, uh, gewenst had. Ja, want even voor de duidelijkheid, je hebt twee nichten uitgekocht en een aangetrouwde neef. Ja. En was dat dan zo'n intensief proces? Je zou denken, ga met elkaar aan de keukentafel zitten en je bent eruit toch? Nou, nou um, ja, dat ligt eraan. Kijk, er zijn heel veel voorbeelden bij familiebedrijven waar het ook goed mis kan gaan. In ons geval is het gewoon heel goed gegaan. Dus we zijn ook uh, niet met ruzie of zo uit elkaar gegaan. Helemaal niet. Integendeel zelfs. Maar het zijn niet puur zakelijke processen. Kijk, als je twee grote bedrijven hebt, uh, waarbij gewoon de directeuren de onderhandelingen doen, dan staan ze daar denk ik, vermoed ik, zakelijker in dan bij ons. Kijk, bij ons neem je toch 70 jaar familiegeschiedenis mee. En emotie. Dus uh, mijn vader heeft ook 50 jaar aan het bedrijf gewerkt, mijn oom heeft 50 jaar aan het bedrijf gewerkt. Dus. Je kunt het heel zakelijk benaderen, maar dat is bij familiebedrijven niet het geval. Ik denk dat het 50-50 zelfs is. Een deel is emotie en een deel is gewoon de zakelijke deal. Ja, ja, en dan komen we eigenlijk op de nieuwsgierigheid die ik aan het begin van het gesprek etaleerde, namelijk, um, hè, want je bent nu 100% aandeelhouder. Uh, ja, voelt het nog voor jou nog steeds als een familiebedrijf of is het wel echt jouw bedrijf nu? Um, ja, goede vraag. Uh, nee, het voelt toch nog grotendeels als een familiebedrijf. Maar in dit geval van mijn deel van de familie. Kijk, mijn, mijn, mijn nichtjes en aangetrouwde neefs, uh, nou, we zijn comfortabel uit elkaar gegaan, laten we dat zo zeggen. Dus daar voel ik me natuurlijk nu niet meer verantwoordelijk voor, want dat, ja, dat is geregeld. Uh, maar mijn eigen familie uh, uh, wel natuurlijk. Ja. ja. Dus in dat opzicht, uh, zeker voelt het wel nog als een familiebedrijf. Ja. Ja, dus stel dat de grote Amerikaanse speler op de deur klopt en zegt van, uh, nou we willen graag voet aan de grond in Europa. We hebben geen zin om het vanaf nul uh, op te bouwen, dus we kopen jullie tent. Ga je dat dan overleggen met jouw tak van de familie? Ja, zeker. Ja, ondanks dat we geen aandelen mee hebben, maar ik zou wel overigens uh, denk ik dat je niet ver uh, naast de waarheid zit. <laughs> dus er, er is al interesse getoond uh, vanuit de Amerikanen uh, in Europa. Want wat ik al zei, Europa is een carte blanche, Daar kan ja. nog heel veel gebeuren. Dus die interesse is er. Uh, voor mij speelt dat nu niet. Ik heb natuurlijk net vier maanden of vijf maanden geleden die deal gedaan. Uh, maar ik, ja, kijk, uiteindelijk ben ik zelf bevoegd om die beslissing te maken. Maar zoiets zou ik altijd wel overleggen. Of in ieder geval uh, met mijn vader over sparren. Ja. En, en waarom hou je het nu nog af? Omdat ik denk dat er veel meer in het vat zit. Omdat, uh, omdat die slag die we nog kunnen maken in Europa, again, vind ik veel leuker om zelf te doen. Uh, ik ben 41, dus ik heb nog wel wat jaren te gaan. Dus ik, ik, ik vind, gewoon, uh, ik vind het, het uitbreiden van het concept en het neerzetten in wat je zegt, Barcelona of Rome of Parijs, veel leuker dan dat ik nu een zak geld zou krijgen. Wat moet je dan gaan doen? Ja. En dan huur je nog wel eens consultants in, hè? wat je voor jezelf ja. was, <laughs> uh, om te vragen of dat de juiste keuze is? Ik weet waarom je de vraag stelt. <laughs> <laughs> ik heb ooit een quote gegeven geloof ik over consultants, maar ik niet, uh, 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 wat me niet een dang is afgenomen. Nou, <coughs> als even voor de duidelijkheid, daar heb je niet een hele hoge pet van op hè? Nee. nee, nou ja, het ligt er natuurlijk, kijk, als je specifieke consultants zoekt natuurlijk, maar die heb je ook gewoon nodig. Als ondernemer eh, heb je niet overal verstand van, dat kan helemaal niet. Dus voor specifieke onderwerpen zul je echt wel consultants in moeten inhuren, maar de, eh, de consultants die je zeggen hoe, hoe je moet rijk worden en hoe je snel geld moet verdienen, hoe je een go goede ondernemer wordt en allemaal dat soort plaatjes, ja, daar, daar, daar heb ik niet zo heel veel mee. Nee. 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 Ik denk dat ze vooral goed weten zichzelf te verkopen. Ja. ja, want wat voor consultants heb jij wel in de hand genomen? Voor dingen die, waar je zelf niet goed in was of die je niet. Oh, nou, belastingconsultants, weet je wel, BTW-consultants. Dat zijn zo'n specifieke onderwerpen die je gewoon in-house niet kunt hebben. Dat zou veel te duur zijn als je daar. Dus daar huur je gewoon natuurlijk uh, huurrechtenadvocaten, weet je wel. Dat zijn echt wel advieskantoren die je echt specifiek op een onderwerp. Ja, daar kun je niet zonder. Maar zeg maar de algemene laag, zo van. Uh, ja, dat vind ik. Uh, is aan mij niet besteed. Ik wil niet zeggen dat het misschien niet werkt voor sommige mensen, maar niet bij mij. Nee. Vind je het gek als je nu naar jezelf kijkt en uh, naar jezelf als ondernemer dat je vroeger uh, eigenlijk een heel romantisch beeld, beeld had van het werken bij een grote corporate. 50.000 mensen onder je, uh, lekker business class van de ene stad naar de andere vliegen. Uh, kun je dat nog uh, voor de geest halen dat je daar vroeger van droomde? Ja, want ik vond dat een beetje die, die cosmopolitische indruk die je had. Ik zag mezelf dan ergens op een appartement in Londen wonen. En inderdaad, in een pak elke dag. Nou, grote kop. Ja, daar zou ik nu niet meer aan moeten denken. Ik vind dat echt. Uh, ik denk dat ik uh, de juiste keuze daarin heb gemaakt. Kijk, je komt er nog wel mee in aanraking. Met dit soort bedrijven natuurlijk. Want dat zijn bijvoorbeeld de consultants die ik moet inhuren. En dan, uh, dan zie je eigenlijk dat je in zo'n bedrijf zo'n klein onderdeel van een heel groot bedrijf. Ja, je bent zo'n raar dat je in een hele grote motor... en uh, dat, dat vind ik jammer, dat vind ik minder aantrekkelijk. Ik, zou, ik vind dat ik nu in de rol die ik nu heb... Uh, veel meer leuke dingen zou kunnen doen en veel meer algemeen ben. Wat dat betreft ben ik een, uh, heb ik een vrij algemene baan natuurlijk... want je moet overal een beetje van weten... in plaats van een hele hoop kennis op één onderwerp hebben. Ja, tegelijkertijd is je eigen organisatie natuurlijk ook enorm gegroeid... Uh, en die gaat nog heel veel verder groeien... En hoe waarborg je dat je de dingen kunt blijven doen die je leuk vindt en niet verzeild in allerlei managementtaken waarvan je denkt: van, Nou, pf, ik had liever gehad dat iemand anders dat deed? Dat is een goede vraag, want ik heb het antwoord ook niet. <laughs> ik zou. Uh, ja, dat is een goede vraag. Dat, is, dat vind ik lastig. En ik heb daar ook wel uh, moeite mee dat ik te weinig op locaties kom, bijvoorbeeld. Dus we hebben nu, vroeger kwam ik geregeld op locaties. En uh, bijvoorbeeld kerkade. Het, de medewerkers die daar uh, gingen werken, die heb ik zelf aangenomen. Ik heb zo, zelf de sollicitatie-interviews gedaan. En nu zitten daar een paar lagen tussen. En dat wisselt natuurlijk ook, de, de medewerkers op locatie. Dus als ik soms op een locatie kom, dan weet ik niet meer iedereen, of ken niet meer iedereen die daar ja. werkt. Buiten het feit, we hebben er vijftig in zeven landen. Het is gewoon praktisch bijna niet te doen om ze ieder jaar te bezoeken. Uh, dus, uh, nou ja, ik heb me nu toevallig voorgenomen om de hele maand juli gewoon, en, en ik moet dat echt ja, zeg maar, uh, afblokken, dat ik de hele maand juli gewoon locaties ga bezoeken en concepten. Want op een gegeven moment ben je zoveel bezig met uh, besprekingen uh, en, en, en uh, organisatorisch onderwerpen dat je eigenlijk vergeet uh, waar het om draait. Ja, ja, ga je nog wel eens als consument naar een arcadehal met vrienden? Nee, dat zit er niet meer in. Nou, dat is gewoon omdat je, omdat je dan op alles gaat letten. Ja. Dus ja, je, gaat, je, je weet precies hoe het bedoeld is en wat er goed gaat en wat er niet goed gaat. Dus relaxen in een akadam, dat kan ik niet, maar uh, ik, ik vind het wel mooi om er nog steeds te komen. Dus, uh, maar het zou meer moeten gebeuren. Vind je het echt niet jammer dat er uh, op de Europese markt niet echt serieuze concurrentie is? Um, ja, maar dan kan ik kan me wel voorstellen dat je zegt, concurrentie houdt je scherp. En uh, dan ga je wat minder snel achteroverleunen. Maar ik, wij zoeken de concurrentie niet per se in arcadehallen, maar andere leisureactiviteiten. Dus dat kan, uh, dat kan een VR-room uh, zijn, dat kan een escape-room zijn, dat kan een bioscoop zijn. Dat zijn tegelijkertijd onze concurrenten. Want iemand gaat om een vrijdagavond met een bepaald budget de stad in. En dan kun je kiezen, ga ik bowlen, ga ik naar de bioscoop, ga ik naar een escape-room of ga ik naar GameState. Dus op zich zijn dat onze concurrenten. Tegelijkertijd liften we er ook op mee. Dus als wij naast een bioscoop liggen, als jij naar de film gaat, uh, dan denken mensen veel. Dan zien we echt ook in de uur omzetten. Want dat we, het is allemaal digitaal, dus we zien een piek voordat de film begint en een piek nadat de film uh, geëindigd is. Dus op zich um, geloven wij wel, en ook de andere uh, partijen, in een versterkende combinatie. 1 plus 1 is 3 in ons geval, ja. Dus een overnemende partij, eh, mocht je daar ooit ja tegen zeggen... zou bijvoorbeeld ook een partij kunnen zijn. Dat zou kunnen bijvoorbeeld, ja. Maar eh, kijk, het enige lastige is... wij zouden ook wel eens willen groeien... want zo'n game state ontwikkelen kost heel veel... niet alleen tijd, eh, maar ook geld. Maar ja, dat zou een goede strategie... wat we overwegen overwegen zijn, voor ons ook kunnen zijn... om andere partijen over te nemen. Alleen, dat is heel erg gefragmenteerd. Dus de, de, de grootste partij in Duitsland heeft er maar twee... Dus je zal behoorlijk wat overnames moeten doen. Wil je daar substantieel mee kunnen groeien? Ja, en, en het groeimodel via franchisers? Is dat nog iets waar je mee spreekt? Zeker. Nou ja, wij krijgen echt, en dat is niet gelogen. Ik denk wel elke twee weken een mailtje van iemand die ons concept heeft gezien. En denkt van, hé, hey, uh, uh, ik heb nog een... Uh, een leeg pand zien staan in mijn stad. En dat gaat van grote steden tot aan steden van, van 10.000 inwoners. Leeg panden genoeg, hè? Panden, ja, tegenwoordig <laughs> wel. Panden genoeg. En uh, nou, dat is voor ons allemaal niet te doen. Dus wij zijn over dat franchise concept op zich wel al twee jaar aan nadenken. Want op zich is het best franchisable. Ik bedoel, het concept op zich, uh, dat zou wel kunnen werken. Het probleem waar we alleen tegenaan lopen is onze eigen organisatie. Wij groeien heel snel... Um, dat is mooi, maar dat neemt ook groeipijnen met zich mee. Dus onze organisatie loopt, en soms denk ik wel eens per definitie, he, loopt per definitie achter de feiten aan. Want het gaat zo snel, maar je gaat niet tien man in dienst nemen, althans wij niet. He, dat, je let toch op je centen. Je gaat niet tien man in dienst nemen met het vooruitzicht op heel veel expansie. Meestal ga je een beetje, he, komt er een locatie bij of twee locaties bij, dan denk je, oeh, hier op het hoofdkantoor moet er een functie bij. Of zo groei je een beetje erachteraan. En daar hebben wij zelf nu al last van laat staan als ik een franchise-model eh, nog ga doen. Want dan gaat het nog sneller. Dus het, is, het speelt zeker in ons hoofd. In mijn hoofd in dit geval. Uh, maar ik denk dat er nog iets te voeren is. Ja, ja. dus jullie zitten er al twee jaar over na te denken. Um, ik had een beetje het idee dat jullie bedrijf waren... van de hele snelle besluitvorming. <laughs> ja, nou ja. Het, uh, ja, want dat, dat kan. Zeker nu. Uh, dat, dat maakt het allemaal een stuk makkelijker. Maar het is... Uh, Kijk, speelt ook mee, COVID heeft een enorme impact gehad op ons bedrijf. Uh, uh, niet alleen financieel natuurlijk, hè. er zijn meer partijen die jullie gesproken hebben. Ik heb er ook over de beren gehoord, natuurlijk bij ons ook. Dat heeft echt wel een flinke hap uit je eigen vermogen gehaald. Uh, dus financieel is een afweging, uh, maar organisatorisch zou ik het nu niet voor elkaar krijgen. Het is al lastig om goede mensen te vinden in deze markt. En als wij een franchise model uh, nu uh, in de lucht zouden halen, ja, dan moet je. Echt wel, je moet dat ook echt heel goed. Je moet zeker ervan zijn dat je dat kunt. Want dat kwaliteitsconcept waar ik net over sprak: we willen een hoogkwaliteitsproduct aanbieden. Dat leg je vervolgens in de handen van andere partijen. Dat moet je echt wel je interne organisatie eh, natuurlijk heel goed op orde hebben. Ja. Nu wordt deze podcast veel geluisterd door startende ondernemers. En als jij nu kijkt naar de kennis die je in de afgelopen jaren hebt vergaard, en je zou jezelf als 26-jarige Picky die net aan boord kwam wat adviezen moeten geven, hoe zouden die dan luiden? Um, ik denk dat, nou, ik vind in mijn geval in ieder geval dat je als ondernemer/CEO heel goed moet weten wat je niet kunt. En ik denk dat veel mensen zichzelf overschatten. En denken dat ze alles kunnen. En dat ze overal verstand van hebben. En uh, dat is niet zo. Ik denk dat dat, uh, zeker in mijn geval. Kijk, ik heb een goede opleiding gehad. Maar ik heb echt niet geleerd. Ik ben geen accountant. En ik ben geen fiscalist. En ik ben geen marketeer. Ik heb overal een beetje kennis van. En ik denk dat dat belangrijk is. Je moet wel uh, goed weten of mensen je niet voor de gek houden. Je moet het kunnen volgen. Maar je hoeft geen expert te zijn in, in elk opzicht. En ik denk dat mijn rol als CEO. Ik vergelijk het wel eens met een. Met een, met een orkest. Ik, ik ben niet de beste vioolspeler. En ik ben niet de beste bassist. En, maar je moet wel zorgen als CEO. Dat die mensen het best tot hun recht komen. Dat is een beetje de, de rol die ik probeer. Uh, zo goed mogelijk te vervullen. Wat ook niet altijd lukt natuurlijk. Maar um, ik denk dat. Dus als ik een advies mag geven. Huur, kijk daar komen we weer op stukje consultants. Maar huur goede mensen. Ofwel hè, voor je, intern. En als je het niet intern kunt regelen. Huur je ze extern in. En daar bereik je denk ik het meeste mee. Dus je was eigenlijk, eh, als ik het kort mag samenvatten, op 26-jarige leeftijd net iets te arrogant. <laughs> nou, ik denk dat ik, 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 ik onderschatte het volledig. Ja, ik, ik onderschatte het volledig. En, uh, en, maar je leert ook heel veel, ondanks dat, again, ondanks dat ik die studie heb gehad. Uh, maar het meeste leer je gewoon door te doen. Die studie is een leuke basis. Want ik denk niet dat je per se een studie nodig hebt om dit te kunnen doen. Het is een goede basis, maar je leert het, je leert on the job. Ja. 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 Mag ik tot slot nog een, een heel ander onderwerp uh, aansnijden? Um, want je bent uh, de voorzitter van het uh, Amsterdam Dinner. Um, uh, ja, een van de meest prestigieuze uh, goede doelen gala's van het land. Uh, ja. Volgens mij is het eind juni is het weer? Uh, is het 8 weer, juni. 8 ja. juni, uh, dus dat is al, al heel erg snel. Ja, ongeveer de helft van de Quote 500 uh, komt daarop af. Uh, en die zitten allemaal een beetje tegen elkaar op te bieden. Hè? Uh, alles voor het goede doel, dus uh, uh, laat ze gerust hun gang gaan. Uh, wat is nou het gekste wat je hebt meegemaakt tijdens zo'n veiling? Wat is het raarste object, de hoogste bieding? Nou, de fanfaren, er kwam vorig jaar een hele fanfaren naar binnen gelopen. En ik denk, dat gaat nooit werken. Ik denk, mensen, wat moet je nou in godsnaam met een fanfaren? Maar er is echt heel goed op geboden. Echt heel goed op geboden. Dus uh, iemand uit jullie lijst heeft, denk ik, op zijn verjaardag een hele fanfaren <laughs> gehad. Ja. Hmm, ja. En wat, wat is het doel dit jaar eh, qua opbrengst? Nou, we hopen in ieder geval altijd wel boven de miljoen uit te komen, en, en daarmee moet ik ook meteen zeggen dat uh, het geld is heel belangrijk. Daar kunnen we echt heel veel mooie projecten ondersteunen. Dit jaar gaat een hoop van het geld naar projecten in Indonesië en Kenia. Even, het, 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 uh, het geld wordt gebruikt uh, ter bestrijding van de uh, uh, HIV. Ja, HIV en AIDS uh, al uh, meer dan 30 jaar. Want het is, uh, het is ooit gestart in 1992. Toen ook met dat doel, hè, met uh, HIV AIDS. Wat toen nog echt een uh, death sentence was. Dus je ging eraan dood. Um, ja, dus het de, de, de doel is natuurlijk zoveel mogelijk geld uh, verzamelen op die avond. Ik vind even zo belangrijk uh, aandacht vragen voor het onderwerp. Hetzelfde uh, als elkaar hadden. Mensen denken dat het iets uit de jaren 80 of 90 is en dat het verleden tijd is. Maar het is nog steeds. Als je kijkt naar uh, uh, jonge meisjes, doodsoorzaak nummer 1. Uh, jullie houden van miljoenen. Nou, ik, ik heb uh, vervelende miljoenen, want uh, bijna 40 miljoen mensen wereldwijd hebben HIV. Uh, 1,3 miljoen mensen krijgen jaarlijks HIV uh, uh, een besmetting erbij. Nog steeds bijna 700.000 mensen die er eraan overlijden ieder jaar. Dus we zijn echt um, ja, het begint een beetje op de achtergrond bij heel veel mensen te raken. En ik denk dat een van de belangrijkste uh, bestaansrechten van het Amsterdam is om het ook bij iedereen nog eens even goed uh, aan, uh, onder de aandacht te brengen. En dat doen we inmiddels uh, een heel groot deel natuurlijk ook van bedrijfsleven uh, bij ons te betrekken. Ja. En nu zijn er ongelooflijk veel goede doelen, Galaas. Hoe kan het nou dat juist die van jullie zo populair is? Nou, omdat het Amsterdam-diner, denk ik, ook al 30 jaar een, een combinatie is van uh, een hele leuke avond. Het is echt wel een feestavond en dat mag ook. En een stuk inhoud. Dus uh, er wordt iedere avond echt wel, ieder diner, een stukje over de inhoud gesproken. Dat is heel belangrijk. Waarom doen we dit? Waarom vinden we het belangrijk uh, dat men ons ondersteunt? Uh, tegelijkertijd moet het ook gewoon een hele leuke avond zijn. Er mag echt gelachen worden, uh, maar er zal ook af en toe een traand gelaten worden. En ik denk die combinatie. Van die twee. Uh, en natuurlijk, ik geef toe, het is best prijzig. Dus je krijgt uh, ja je krijgt uh, een, een hele mooie tafel met uh, heel veel uh, uh, nou ja, mensen, uh, zoals politici, BN'ers en inderdaad, CEO's van hele grote bedrijven. Maar je krijgt ook echt wel een feestavond over terug. Ja. Heb je al een kavel gezien waarvan je denkt: daar ga ik op bieden? Ja, Eerlijk gezegd wel. Nou, ik, heb, ik ben uh, in mijn vrije tijd hou ik uh, erg van uh, diertjes en alles wat met natuur te maken heeft. En er zit nu een kavel tussen dat je kunt slapen in acht is. Nou, dat, ja, dat leek me heel leuk. Dus uh, misschien uh, dat ik daar mijn hand voor op zeg zelf. Bedankt voor het luisteren naar weer een aflevering van Mijn Eerste Miljoen. Wil je de volgende aflevering niet missen, abonneer je dan op alle podcastkanalen of op YouTube. Want daar zijn we ook te zien.